Ik ben Marieke Keizer, ik ben 21 jaar oud en ik ben roeister in het Nederlands team. Ik was ballerina, of dat was mijn droom eigenlijk. En mijn broer die roeide altijd. En toen werd ik eigenlijk gedwongen om een keertje mee te komen. En toen was ik eigenlijk op slag verliefd. En toen ik ook nog roeide, toen zat ik ook in een selectietje voor het allereerste EK junioren. En daar was ik, had ik 2 jaar voor getraind. En dat ging vet goed. En toen op een gegeven moment, toen begon Marieke met roeien. Toen werd ik uitgeselecteerd en toen mocht zij wel gaan. Dus toen was ik vet jaloers, al echt, echt mega jaloers. En toen won ze meteen goud. En toen dacht ik wel van, oké, misschien ben je wel ietsje beter dan ik had verwacht. Ik weet niet of dat talent was of gewoon geluk of iets. Maar mijn coach zei altijd wel dat ik roeislim was, als het ware. Je moet voelen hoe zo'n boot moet lopen. En eigenlijk is de kunst bij het roeien dat je het niet verstoort. Dan op een gegeven moment ga je dingen winnen en dan wordt het verschil wordt gewoon heel snel groter als je meer gaat trainen. En 3 jaar daarna heb ik junioren WK's geroeid en elk jaar eigenlijk een WK. Junioren is tot 18, dus die heb ik 1 keer gewonnen. En senior B is dan onder 23. Dat heb ik nu 2 keer gewonnen. Ik roeide bij een burgervereniging dus, bij de Maas ook in Rotterdam. En daar had ik eigenlijk gewoon een topcoach. Die heeft me eigenlijk van mijn 15e tot mijn 19e begeleid. En toen werd het tijd om op mijn eigen benen te gaan staan en ging ik bij de KNRB roeien. Toen heb ik mensen om me heen verzameld waar ik een goed gevoel bij had. En dat was toen heel erg Rianne Sigmond. En die is getrouwd met Jaap Schouten. Dus dat is nu eigenlijk zijn dat soort van mijn roeipapa en mama. Marieke is echt van zichzelf gewoon ontzettend goed, talentvol, zowel roeiend als mentaal, als eigenlijk het hele plaatje. Alleen gelooft ze dat niet altijd zelf, dus misschien help ik haar een beetje daar om haar dat te laten geloven. Zij is eigenlijk mijn belangenbehartiger, zeg maar. Als ik echt heel moe zou zijn en zij vindt echt dat ik er heel slecht uitzie, dan zou zij Josie bellen en zeggen, joh, nu is het klaar met Marieke, blijf deze 4 dagen in Rotterdam en die komt echt even niet naar Amsterdam, want het gaat helemaal niet goed. En dat is wel fijn dat je dat achter de hand hebt. Ja, natuurlijk is het zwaar. Je kiest ervoor om eenmaal heel egoïstisch te zijn, denk ik. En je moet er gewoon dingen voor laten. Nou, sowieso. Ze laat het eten natuurlijk heel erg staan. Ze laat ook wel een heel sociaal deel laat ze liggen. En je moet gewoon tering egoïstisch zijn. Wat ik zelf heel erg kut vind af en toe. Sorry voor het taalgebruik trouwens. Maar dat egoïstische, ik begrijp het wel dat je dat moet hebben. Alleen tot op zekere mate. Ja, het moet eigenlijk altijd op jouw manier. En alleen als het jou uitkomt, kan het. Tuurlijk, je bent veel weg. En dat heeft je omgeving soort van te accepteren. Want dat is nou helemaal zo. Mijn opa en oma die wonen ook in Rotterdam. En vroeger kwam ik best wel vaak langs voor een kopje koffie. Maar nu is het een half uurtje slapen of naar mijn opa en oma. En ja, dan weeg je het toch anders af. Ja, je leeft zeg maar als topsporter leef je denk ik altijd op een heel dun draadje, want je zoekt de grens op. En als lichte dame en je eet weinig, dan zoek je die grens denk ik nog meer op van de fysieke uitputting. Ik moet 57-0 wegen, 2 uur voor een wedstrijd. Je gunt jezelf dan niks meer, er gaat echt geen stuk taart in en ook niet een chipje. Het is gewoon helemaal niets. Het is gewoon fruit, groente, eiwitten en af en toe koolhydraten in de vorm van havermout of een beetje pasta. Maar dat wordt ook gewoon gewogen, dat is niet een lekker bord pasta, dat is gewoon een beetje pasta. En daarnaast is er ook gewoon natuurlijk constant druk. En zeker als je al zo jong, zo goed bent. Constant druk om te moeten presteren. Om te halen wat jij denkt dat je moet halen. Ik was vorig jaar met haar op het SBWK. En toen kreeg ik een beetje zo'n Sven Kramer gevoel. Van je kan eigenlijk alleen maar verliezen. Je kan, ja.
het enige wat ze moest doen was weer wereldkampioen worden. Maar dat is natuurlijk een heel ander soort druk dan dat je gewoon onbevangen kan varen. Dus het was vooral toen ook gewoon opluchting daarna van ik heb het maar weer gedaan. Dan dat het echt pure blijdschap is van wow, ik ben wereldkampioen. Maar meer gewoon ja, je moet nog maar, je kan eigenlijk alleen maar vallen. Iedereen zegt het wel van topsport, dat is niet altijd leuk, maar de buitenwereld ziet dat echt niet, dat het niet altijd leuk is. En de mensen om je heen zien dat wel. En mijn broer die heeft dat denk ik ook wel van dichtbij meegemaakt. Nou, op een gegeven moment dan werd ze zo verdrietig en kwaad. En vooral met studie, de sport dan de boventoon voor, dat vind ik soms heel moeilijk. Ik kan er ook niet genoeg in sturen, want als ik zeg van yo, nu is het even genoeg. Dan zeg je, ja joh, je begrijpt het allemaal niet. Stop sport, bla bla bla. Ja, nou, oké, dan zijn we uitgeluld. Hij heeft dat ook wel eens gezegd, van ja, dan stop je toch gewoon als je het niet leuk vindt. En dan zit ik aan te kijken, maar dat kan niet, dat is niet mogelijk. Ik mag prima even verdrietig zijn en ik mag prima het even niet zien zitten, maar je moet ook gewoon accepteren dat dat zo is, want je krijgt er ook heel veel voor terug. Ja, soms denk ik wel eens, oh ja, ze is natuurlijk nog maar zo jong. Ik bedoel, ik was nog niet eens begonnen met roeien op haar leeftijd. Maar ja, het is wel uitzonderlijk. Als zij aan het roeien is, dan zegt ze ook altijd op World Rowing, ja, fenomenale talent, Marieke Keizer en heel jong. En nou ja, dus daar staat, zo staat ze ook wel bekend internationaal, ja. Toen ik begon met roeien en dus dat heel snel als het talent van Nederland werd gebombardeerd, merkte ik dat ik daar niet zoveel waarde aan hechtte. Ik zeg altijd, als je wint en je hebt geen vrienden om het mee te vieren, dan heb je er helemaal niks aan. Vandaag begon mijn vak officieel. Dus ik hou er enorm van om in grote groepen mensen te zijn en dan eventjes de topsport Marieke te laten gaan. Ja, als je 21 bent, dan is een studentenvereniging wel een makkelijke optie om daar vrienden te maken. Nou ja, en ik woon in een huis, dus met 8 anderen. Dat is ook redelijk studentico's. Dus ja, dat maakt het voor mij normaal en luchtig. Het enige Olympische nummer voor lichte dame is een lichte dame is dubbel 2. Dus ik heb maar 1 kans en 1 nummer als het ware voor de Olympische Spelen. Een dubbel is dan nog relatief klein. Ik bedoel, het is maar 1 persoon extra, maar het is wel echt, ja, het is dan opeens een teamsport, terwijl anders is het een individuele sport. Het is zo'n competitief veld. Ja, echt alles moet kloppen, wil je op dat moment ook echt goud kunnen halen. Kijk, roeitechnisch en fysiek. Zou ik zeggen, liggen haar kaarten gewoon supergoed. Die dubbel 2 is nu echt de beste van de wereld. Maar dat zijn ze. Maar ze haalden op de WK toch brons. Dus ook al ben je de beste van de wereld op roeitechnisch en fysiek gebied, moet het wel op dat moment ook allemaal kloppen. Ik hoop natuurlijk dat ze uiteindelijk naar de Olympische Spelen gaat en daar een mooie prestatie neerzet. Omdat ze dat zelf heel graag wil. Maar ik hoop ook dat ze gewoon leert omgaan met de heftige wereld waarin ze is en dat ze daar een mooi pad in kan bestippelen en zelf dingetjes kan opbouwen of ja, gewoon leuke dingen kan doen. Voordat je goud haalt op spelen moet je je wel plaatsen. Dus dat wordt stap 1 en dat gebeurt op het WK volgend jaar, dus in de zomer van augustus 2019. Het is maar 1 dag in het jaar dat die tickets worden vergeven. Dus die ene dag moet alles kloppen. En dat gaat nog veel verder dan een beetje topsport. Dat is gewoon pieken op echt het juiste moment. Het lijkt me sterk als het een keertje gebeurt dat ik niet topfit ben op het moment dat ik het moet zijn. Maar ja, het kan natuurlijk altijd gebeuren.